Hey Bart van hier en welkom bij mijn Mega Blender Training Serie Video nummer 61. In de vorige video heel veel nieuwe dingen geleerd over keyframes, dope sheet, graph editing, bla. Nou, in deze video die is veel korter. Eerst even voordat je het allemaal gaat doen, eerst nadenken over je animatie plannen. Echt waar, dat gaat je een hoop gedoe schelen. Breng je tekening tot leven in Blender. Deze training is veel meer dan alleen deze video. Check mijn site voor veel, veel meer. Alle video's staan daar handig bij elkaar en download daar ook alle blende doelopdrachten. Maar ik heb nog meer voor jou. Ik heb ook een handig boekje gemaakt met een samenvatting, plus de gebruikte sneltoetsen en de doelopdracht voor elke video. Dus neem maar nou zeker een kijkje, maar niet voordat je deze video helemaal hebt bekeken en jij hier op YouTube op die abonneerknop en die bel opgeklikt en laat eens een leuke reactie achter. Ja, want voordat je al die uh, keyframes gaat zetten in blenden met de graph editor en de dope sheet en weet ik het allemaal, moet je eerst je animatie plannen. Oftewel nadenken over de lengte. Los van wat voor mega creatief idee jij ook hebt, bedenk gewoon zo lang. Moet die deuren en daar binnenin moet het gewoon allemaal gebeuren. En wat voor shots ga je dan maken? Waar staat die digitale camera dan? En ja, welk tempo is elke shot even lang om zijn? Als er veel acties gaat sneller en andere om er wat in te komen, wat wat langzamer zou. Dan moet je allemaal goed over nadenken. Dit is de tekening van mijn zoontje Chris. Nou, natuurlijk niet met die roze lijn en die gele vlakken met nummertjes, maar deze tekening heb ik dus helemaal in 3D gemaakt. In Blender. En uh, dat zul je ondertussen wel weten. Link hieronder in de beschrijving. En op maakietsmedia.nl vind je de hele film. Maar het begin is niet echt animatie. Het is meer gewoon een uh, intro waarin uh, mijn zoon Chris die tekening uh, tekent. En dat ik opeens bedenk: Oh ja, ik kan hem in 3D maken in Blender. Super cool. Nou, dat doe ik dus allemaal. Nou, dit is die hele animatie. En uh, hier begint hij. En hier zie je dus alle shots voorbij komen. En vanaf hier tot het eind van deze animaties ongeveer 2 minuten. En moet je kijken, in die hele tekening had ik zo gedacht. Nou vind ik 1, 2, 3, 4. En ik zo deze paarse lijn volgt. Helemaal tot puntje nummer 44. 44 interessante punten die ik in beeld wou brengen. Nou, als je. 44 punten elke 3 seconden in beeld uh, brengt. Dan kom je uit op 132 seconden. Reken maar na. Gedeeld door 60 is dus ongeveer 2 minuten. En op die manier heb ik dus een idee van hoe lang deze. Ja, Video, deze animatie dus gaat duren. Hoe lang ik dus ook die range in Blender kan instellen: start- en eindpunt. Wat ik ook had bedacht zijn deze vier gele zwoesjes eigenlijk. Nou, de losse punten waren, zou ik dan in beeld brengen met een redelijk uh, stilstaande camera. Maar bijvoorbeeld van 12 naar 14, van uh, 26 naar 29, 21 naar 23, en 39 naar 41 zou ik dan zeg maar met een soort van camerabeweging zo uh, overal langs gaan. Met elk punt dus drie seconden uh, stilstaan. Nou, in Blender toen ik het, heb ik het allemaal wel zo. Geanimeerd redelijk. Hier zie je al die lijntjes en elke lijn. Is een uh, camera, zeg maar. En hier onder in de tijdlijn kun je allemaal die camera's instellen. Dat die switcht van de ene naar de andere camera. En op die manier dus alle shots maakt. Hoe je dat doet, dat laat ik je zien in film nummer 63. Als ik het goed zie. Dus kijk vooral die film. Maar op die manier heb ik dat dus gepland. En omdat ik eigenlijk al zelf zo'n hele simpele tekening van tevoren over na had gedacht, hielp het heel erg met het daadwerkelijk maken in uh, Blender. En dan heb je dus al een globaal idee van hoe je het wil gaan. Aan, aanpakken. Maar toen ik bezig wou uh, met die uh, camera zoetjes. die het in één keer van de een naar de andere punt ging, nou vond ik het toch niet heel erg. Uh, het duurde te lang en kreeg het niet echt lekker voor elkaar. Dus heb ik heb het uiteindelijk weer eruit gesloopt. Maar het is dus echt. Onmisbaar om er van tevoren goed over na te denken. En ook al ga je later dingen helemaal anders doen, je moet met een goed voorbereid plan starten aan je animatie. Dat je al een globaal beeld hebt van hoe lang de shots duren, welke kant het eigenlijk allemaal uh, op moet gaan. Dus uh, ook in de uiteindelijk, toen had ik het allemaal gemaakt in Blender, ik het allemaal gerenderd. Ging ik het uh, via een beetje editen in uh, video-editor. En hier bijvoorbeeld, die komt die uh, vrouw, dame links erin en die, en die schiet in één keer door van de ene kant naar de andere kant. Kijk tok tok hier. En dan, dan dat middenstukje heb ik er dus gewoon keihard uitgeknipt. want dat scheelt dan weer net één seconde en dat maakt de boel net weer sneller. Zo heb ik nog best wel lopen knippen en plakken toen ik eenmaal de gerenderde beelden had om gewoon te kijken naar wat is de tijd en tempo en wat past bij hoe ik het in beeld wil brengen et cetera. Maar ook al ga je, ik herhaal maar weer eens, ook al ga je het later misschien helemaal anders doen Denk van tevoren er goed over na. Oké, okay, en ik heb ooit ook nog een, een andere gemaakt. Dat is uh, Tnak. Dat is deze. Paar, uh, robotjes, robotjesachtige dingen die een beetje la la lopen. Met z'n drietjes en een hondachtige uh, robot. Nou, er valt opeens een heel erg iets naar beneden. Een groot blok. Huh? Wat zou er gebeuren? <totstitie> Geen spoilers. In deze video kijk hem lekker zelf op maak iets.nl en de link hieronder in de beschrijving. Maar deze film, Tnak, is echt meer een verhaaltje. Van er gebeurt iets en, en dat wil ik op. En dat breng je echt zeg maar in beeld, eigenlijk zeg maar shot verstot. Je vertelt echt een verhaaltje. En bij de tekening van Chris is dat niet echt het geval. Ik heb gewoon die tekening tot leven gebracht en dat ziet er gewoon geinig uit. Maar bij Tnak. Vertel ik echt een verhaaltje? En hoe heb ik dat dan voorbereid? Daar heb ik echt een storyboard voor getekend. In het programma Storyboarder, echt. Super vet en ik raad je echt aan om die te downloaden en te gaan gebruiken. Het is een gratis programma en als je denkt nee ik wil niet nog meer programma's leren, ik vind blender al ingewikkeld genoeg. Nou storyboarden hoef je niet te leren eigenlijk want het is gewoon heel simpel. Je kan hieronder gewoon alle plaatjes tekenen en het toffe is dat je elk plaatje ook een bepaalde lengte mee kan geven. Dus in hè, een normaal storyboard heb je gewoon van elk shot teken je het plaatje, maar elk el plaatje kan je een bepaalde lengte meegeven en daardoor krijg je ook een heel goed gevoel voor de timing. En het, eh, en, en het, ja, het ritme zeg maar, van de film. Nou, dit storyboard heb ik dus helemaal getekend. En ja, ik heb toen in Blender de animatie gemaakt. Precies in hetzelfde tijd en tempo. Zoals ik ook het had bedacht in dit storyboard. Dus maak iets.nl. Zoek storyboarden. Daar vind je de downloadlink. En ga aan de slag als jouw film wat meer verhalend karakter heeft. Teken je storyboard. Bedenk hoe lang elke shot gaat duren. En het gaat je heel veel plezier opleveren. Als je uiteindelijk... Aan de slag gaat in Blender. Denk dus goed na over je lengte shots en je tempo op naar de volgende video. Animatie voorbereiden is het dan anders dan plan je animatie. Nou, in deze video uh, heb je niks technisch gehoord, toch? Nee. In de volgende video gaan we het wel over wat technische dingetjes hebben. Over een paar dingen die jij moet instellen in Blender. Voordat je aan de slag gaat met die keyframes en het maken van de bewegingen en jouw animatie. Ik zie je daar. Maak iets.